liggen, zoals je misschien wel kan zien, toch wel redelijk wat plassen hier in Assen op het TT-circuit. Dat in het MotoGP weekend, de TT Assen. En ja, regen, nattigheid, het hoort nog eenmaal bij Nederland. Maar het is iets waar de heren coureurs niet heel erg blij mee zijn. Want dat zorgt voor toch wel heel veel wispelturigheid op de baan. Zeker hier in Assen. Want dit is een baan die heel snel opdroogt. Als het geregend heeft en het is daarna weer droog, of het regent niet meer, dan is de baan binnen een mum van tijd droog. En Rossi vertelde ook in de persconferentie aan de mensen van de pers dat regen nergens zo verraderlijk is als hier op Assen. En dat belooft nogal wat voor de race op zondag, want er is toch al een kans van meer dan 80% op regen. En dan zouden we zomaar een hele opvallende uitkomst kunnen hebben. En in ieder geval een mooie strijd. Net zoals in de kwalificatie, was ook vrij chaotisch. Bijzondere taferelen toen Marc Marquez zijn Honda in de grindbak parkeerde en vervolgens een scooter van een fotograaf stal om zo snel mogelijk terug naar de paddock te kunnen komen en toch nog een goede tijd neer te zetten. En dat zijn dan weer van die dingen die dit kampioenschap de MotoGP zeker hier op Assen zijn show geven. En daarnaast, de Nederlander Bo Bentzijner in de Moto3 klasse die het gewoon hartstikke goed gedaan heeft. Zevende start voor de race en hoopt hier zijn beste resultaten van het seizoen te halen. En Helmers zal misschien niet klinken. Vorig jaar wel, toen hij nog in de Rookies Cup reed, nog niet op wereldniveau. Dus dat is dit jaar toch wel wat anders. Maar als hij nou iets heel moois kan doen, dan gaat hier het dak er wel af. En kunnen we toch genieten van de plassen op Assen. En dat zou toch wel een heel leuk eerste TT-weekend voor mij hier zijn. MotoGP is toch wel erg leuk in dat opzicht. De moeite waard in elk geval.